van de vermoorde journalist Khashoggi, die is nu in Nederland. Ja, zij is hier om aandacht te vragen voor de brute moord op haar man. En ze wil dat er internationale druk wordt gezet om ervoor te zorgen dat de daders van die verschrikkelijke moord ook echt achter slot en grendel verdwijnen. In 2018 liep Jamal Khashoggi het Saoedische consulaat in Istanbul binnen om papieren te regelen voor zijn aanstaande huwelijk. Hij werd vervolgens vermoord en ook niet zomaar, vervolgens nog in stukken gesneden en zijn lijf is verdwenen. Nou, kroonprins Mohammed bin Salman die heeft altijd ontkend dat hij opdracht heeft gegeven voor deze moord. En VVD Tweede Kamerlid Sven Koopmans die gaat vandaag in gesprek dus met de vrouw van Jamal Khashoggi. Zij is hier op onze uitnodiging om aandacht te vragen voor de persvrijheid en ik zou zeggen ook voor de vrouwenrechten in Saoedi-Arabië. Wij kunnen aandacht vragen voor haar geval, duidelijk maken dat de Kamer, dat Nederland achter haar staat, dat de daders moeten worden gestraft. En we willen ook duidelijk maken dat de vrouwenrechten in Saoedi-Arabië ook moeten worden beschermd. In Saoedi-Arabië kan je als vrouw in de terroristencel belanden als je protesteert omdat je een rijbewijs wil. Dat kan echt niet. En dit is ook een gelegenheid om dat nog eens te onderstrepen.